Hello, everyone, and welcome to the official weigh-in for Glory 83 as we make our return to Druge Hall in Essen, Germany. Ja, Donovan, daar is hij. Die blijft van jou, want we gaan niet om de titel vechten dit keer. Het is heel jammer, maar het bleef wel van mij, ja. Wat doet het met je? Hij heeft zijn gewicht niet gehaald, op een kilo zelfs. Echt wel veel. Het is zeker veel. Het is onprofessioneel eigenlijk, als ik het zo moet zeggen. Het is, gewoon disrespect naar mij toe eigenlijk, ook naar de titel toe. Dan gisteren was er een filmpje van hem op social media wat dat voor hem zou betekenen. Als hij de titel had gewonnen, was hij een beetje aan het huilen en zo. Maar je weet toch, je moet toch wel eerst je gewicht halen om die emoties te tonen natuurlijk, je weet toch. Maar het is wel frustrerend, maar ik sta nog steeds tegenover hem. Dan niet voor de titel gevecht, gewoon 3x3. En we gaan gewoon een mooie partij van maken, man. Serkan, je hebt je tegenstander net in de ogen gekeken. Hoe was dat? Was goed. Ik zag de blik in zijn ogen. De blik om neer te gaan. En dat is ook wat er gaat gebeuren morgen. Ik ga alles geven. Vol gas, 3 rondes. Het wordt een mooie knokpartij. Als we naar hem kijken. Hij is een hele rustige jongen. Hij zei gisteren tijdens de interview zo. Ik heb er gewoon zin in. Ik zie wel hoe het gaat. Ja, hij is ook relaxed. Schud me gewoon netjes de hand. Ik schud hem ook gewoon netjes de hand. Weet je, de hand sla ik niet af. En morgen is het gewoon zakelijk. En strictly business. So I will give it all. Je zegt ja, het is disrespect. Hoe kan jij jezelf weer herpakken dat je die goede focus krijgt? Ik ben sowieso gefocust. Maakt niet uit. Die titel zal sowieso mee naar huis gaan, daar niet van. Nu is het dan wel 3x3, kan ik iets sneller naar huis gaan dan 5x3. Minder blessures, minder risico's nemen, als ik het zo moet zeggen. Maar ik ben gewoon gefocust voor morgen. Hij staat nog steeds tegenover mij. Hij wil nog steeds mijn kop eraf slaan. Ik voor hem ook, nu nog meer. Dus ja, gewoon focus blijven en scherp. Gewoon eten, slapen en relaxen, man. Josje, je hebt Robin net in zijn ogen gekeken. Hoe voelde dat? Ja, goed. Ik ben er klaar voor. Kijken hoe hij het gaat doen tegen mij. Hoe gaat deze wedstrijd eruit zien? Ja, we hebben wel een beetje getraind erop natuurlijk. Van zijn stijl. En voor de rest vertrouw ik volledig op mijn eigen kunnen. Dus het moet geen probleem worden. Ja, Nabil, daar sta je dan in één keer. Bij je debuut, op je eerste weging. Hoe was dat? Ja, het was goed. Ja, het voelde goed. Ik voelde de sfeer. En morgen is de dag dat het gaat gebeuren. Wat voelde je op het moment dat je tegenover je tegenstander stond? Ja, je voelt toch, als je diep in de ogen kijkt, zie je altijd wat onzekerheid. En daar ga ik op inspelen. Maar als ik jullie twee zie, dan zie ik hem midden boze man uithangen. En jij hebt eigenlijk gewoon een hele lieve gozer. Maar die switch is er wel, hè? Ja, die switch komt morgen. Die is nu al een beetje aan de gang, maar die switch komt morgen zeker. Dan is het aan. Ja, je zag er fantastisch uit. Ik bedoel, je bent uberfit. Hoe voel je? Ik voel me echt geweldig. We hebben een goede voorbereiding gehad, lange voorbereiding gehad. Ik ben gelukkig op tijd begonnen met het afvallen. Zodat ik op het laatste moment niet 5, 6, 7, 8 kilo moest afvallen. Dus ik voel me goed. Nu is het om te herladen, drinken, eten. En morgen is het feest. Ik ga gecalculeerde vechten. Veel meer nadenken. En de vorige keer kwam ik niet echt met een gameplan. Toen was het gewoon, ga er maar in en vecht gewoon. Wat ik van mezelf eigenlijk altijd al doe. Maar nu hebben we echt een gameplan. En daar hebben we weken aan gewerkt. Continu de gameplan implementeren. En nu moet het eruit komen. Wordt feest morgen? Ja, wordt echt feest. En wanneer de belt in mijn handen is, ga ik echt even goed feesten en heel goed eten. Het is een Surinaams feestje morgen. Ik heb een Donnegi al gevraagd wat hij gaat doen na zijn wedstrijd. Ik kan het bij jou denk ik ook wel invullen. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar ik ga gewoon even lekker wat drinken. Je gaat wat drinken? Je gaat niet wat eten? Nee. Ik heb al gegeten, dus ik lust niet echt bepaalde dingen meer. Dus mijn buik is alweer vol. Dus gewoon een beetje drinken, een beetje slapen. En dan zondag begint het feestje. Het is een bijzondere fight week voor jongens met een Turkse achtergrond. Hoe heb jij deze week beleefd? Ik heb een geweldig trainingskamp gehad. Dat was week in, week uit. Echt bloed, zweet en tranen. Goed trainen in Mike's gym. De laatste week hebben we helaas een slecht bericht gehad vanuit Turkije. Veel familieleden van vrienden van mij die onder de puin liggen. Zoveel doden, zoveel mensen die om het leven zijn gekomen. Dat doet natuurlijk veel met je. Ik probeer de focus te houden. Ik probeer er kracht van uit te halen. En morgen zal ik zeker voor hun gaan schijnen in de ring. Dat is wat ik ga doen. Ik ga vechten voor mijn land. En dan krijg ik zeker wat terug van mij. Het was really hard for me because it affected me also for the earthquake in Turkey. My father was there. He lived in Turkey. He always come to watch my fights. And when he make himself ready to come back to Germany, he fly always from Diyarbakir. And Diyarbakir was also a lot of earthquakes.
And yeah, at this night when he wanted to come, the first earthquake start, and the houses in the same street and next to him destroyed, and alhamdulillah don't, but everything goes like this, and I was really scared and afraid that something happened, and his flight was also cancelled. I searched everywhere for new flight, but at the end I got him here in Germany at me, and tomorrow the fight. Mein Lover.